Elke ochtend verzamelen wij de telefoons bij de opening van de dag. Dat is het startmoment, dat is om 8 uur 's ochtends. En dan verzamelen wij alle gsm's in 1 grote bak. Dus dat is vanaf 12 jaar dat ze hun telefoon moeten afgeven. En dan om 10 uur, 10:30 's avonds krijgen ze die terug na het slotmoment. De Giro-meisjes hier op kamp zijn tussen de 6 en 18 jaar. Velen hebben hun telefoon mee en dat kan voor Giro Vlaanderen, zolang die op een positieve manier wordt ingezet. We hebben vooral een visie rond mediawijsheid. Digitale media, sociale media zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij en de leefwereld van kinderen en jongeren. Dus wij proberen vooral die visie mee te geven. En de groepen die gaan dan zelf kijken in hun eigen groep hoe dat ze daar heel concreet mee willen omgaan en welke afspraken dat zij daar rond maken. Een gelijkaardig verhaal is te horen bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. In het algemeen hanteren organisaties vaak de leeftijd van 11 jaar als ondergrens om de telefoon op kamp toe te laten, waarbij gsm-gebruik enkel 's ochtends en 's avonds mag. Hier is het moment om 8 uur deze ochtend waarop dat we de telefoons ophalen en dat gebeurt dan zonder klagen of zeuren. Bij Giro-meisjes Herne zijn telefoons vanaf 11 jaar toegelaten. Alle tieners hebben hun toestel dan ook mee en dat vindt Vee een beetje jammer, toch? Persoonlijk ben ik echt wel fan van de kampen die gewoon geen telefoon meenemen. Gewoon ja, gedeconnecteerd zijn van de rest van de wereld. Niet op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt, is ook wel echt eens fijn. Maar ook ouders geven de telefoon soms graag mee. Dan moeten ze hun kind minder loslaten. En wat vinden de jongeren nu het beste, meenemen of niet? Beter niet, denk ik. Nee. Je hebt toch meer dat kampgevoel als je geen gsm mee hebt. Dat is gewoon gezelliger ook s'avonds. Ik weet niet, dat is iets wat je wel altijd dagelijks gebruikt, omdat dat dan zo 10 dagen niet hebben. Dat moet wel even wennen zijn dan. Maar jij hebt hem toch meegenomen? Ja. Ja. Ja, kijk, ik ben jarig ook op kamp, dus ik moet al mijn berichtjes kunnen lezen.